Veel carnavalsvierders zullen na een weekend feesten vanmorgen waarschijnlijk met een houten kop zijn wakker geworden. Zo ook de leden van carnavalsvereniging De Oelentoeters uit Drabbelterp. Zondag was de jaarlijkse carnavalsmis in de Martinuskerk en zaterdag trok een bonte stoet praalwagens door de stad. De carnavalsvereniging is overigens nog op zoek naar een nieuwe locatie om carnavalswagens op te bouwen. De huidige schuur komt binnenkort te vervallen. Desondanks konden dit soort alledaagse problemen zaterdag even vergeten worden tijdens de carnavalsoptocht door de binnenstad van Sneek.